Ik ga vandaag met mijn moeder naar Amsterdam. Waarom? We hebben een presentatie van VAP. Of daar was ik voor uitgenodigd met een presentatie. En toen dacht ik van, het was pas 's avonds. Mijn moeder en ik wilden al heel graag weer een tijdje gaan shoppen. In Amsterdam wilde ik vooral een keer weer naar Inglot. Want ik ben nog nooit met haar naar Inglot geweest. En Inglot is wel heel leuk, omdat je er palets kunt maken. En nou, het is best wel iets. En toen kreeg ik uitnodiging voor die VAP. En dat is een presentatie met Jennifer Hofman, die ik ook heel erg leuk vind, Jennifer Hofman. En dat is een presentatie over een nieuwe tas. Ze hebben een tas ontworpen waarvan een deel opbrengst gaat naar, naar het baarmoederhalskankerfonds. Al naar onderzoek daarvoor. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Er is speciaal een tas voor ontworpen, dus met Jennifer Hofman. Nou, dat is dus vanavond. Ik vind het lijkt me wel leuk om dat te filmen. Niet alleen die presentatie, maar ook het shoppen. En natuurlijk in winkels filmen mag niet. Ik wil niet mijn camera kwijtraken, dus daar ga ik wel even voor uitkijken. Het is super lekker weer vandaag. Echt heerlijk, echt warm. Gewoon dat je opeens denkt van, wat moet ik aan? Ik heb dit witte topje aangetrokken met een heel groot hart. En dan mijn ketting met sterretjes. En dan gewoon jeans en deze ballerinaatjes. En dan nog deze ring. We hebben even eten gekocht bij de Albert Heijn. Lekker vitamine water, heel gezond. Met croissantjes, niet gezond. En Wortus Originals, ook niet gezond. Maar wat maakt het uit? Dus ik ga jullie vandaag meenemen. Tot zo! Nou, we zijn net bij Inglot geweest. Mama en ik hebben allebei een mooie paletten samengesteld. Ik ga hem nog laten zien, maar dat lukt niet echt. Lopen en vloggen is al lastig. Laat staan, lopen, vloggen en spullen laten zien. Dus dat komt nog. We gaan nu even kijken bij Make-up Store en bij MAC. En wat kledingwinkels. Geshopt bij MAC. Dingetjes gekocht. Inglot. Make-up store met een nieuw tijdschrift. Bij H&M wat sieraden gekocht. Maar ik ga nog proberen te vloggen daarover. En oh, dit tijdschrift vind ik zo gaaf. Ze hebben het nu helemaal veranderd ook. Maar er staan dus heel veel fotoshoots in met gave make-up. Daar haal ik ook inspiratie uit voor Playing with Make-up. Maar er staan nu ook meer interviews en dingen over de producten in en zo. Maar nog steeds heel veel mooie foto's. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Nou, we lopen dus nu naar de locatie van de presentatie. En het grappige is, er liepen dus de grachten open. En ik reed een beetje rond en ik keek op terrasjes. En toen zag ik opeens Seth zitten. En Seth is die rapper. En mijn moeder is helemaal gek op hem. Of nee, niet op hem, maar ze heeft het liedje van hem, De Leven. Die luistert ze altijd en dat is helemaal haar... Rabat, hè? Hoe zeg je dat? Ja, die film van Rabat. Rabat vond ze een hele leuke film. En dat liedje, dat is helemaal haar levenslied, zeg maar. Dus dat is wel grappig, dus ik echt zo heel cool langs loop. En toen daarna, toen moest ik helemaal van... Sef! Dus dat was wel leuk. Ja. Waar zo meteen de presentatie van VAP gaat plaatsvinden. We hadden net gingen wat eten, wilden in dezelfde straat, toen lekker dichtbij. En toen zaten we ernaast. En toen kwamen alle bekende Nederlanders. Oh, en Jennifer Hofman. En het was echt een beetje ongemakkelijk. Maar wel leuk. Ik ben heel benieuwd naar de tas. Ik ben Jennifer Hofman. Ik ben jullie gastvrouw vanavond en tevens ben ik ambassadrice voor de Female Cancer Foundation. Het bijna niet meer voorkomt. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat het in ontwikkelingslanden, zoals hier in Indonesië, doodsoorzaak nummer 1 is onder vrouwen met kanker. Elke 2 minuten sterft er een vrouw hier ergens op deze aarde aan baarmoederhalskanker. 85% hiervan leeft in ontwikkelingsgebieden. Nou, als we hier nou helemaal niks aan zouden doen, dan zou dat betekenen dat we in het jaar 2050 1 miljoen gevallen per jaar zouden hebben. Nou, dat klinkt als een behoorlijk uitzichtloze situatie, maar deze ziekte onderscheidt zich van andere kankersoorten. Waarom? Omdat het ontstaat vanuit een virus, een seksueel overdraagbaar virus. Wat betekent dat... Ja, mits je er op tijd bij bent, baarmoederhalskanker voor 100% te voorkomen en te genezen is. Ik zeg in het begin van het filmpje dat ik bijna 30 werd en dat mijn uitnodiging op de mat lag.
Het heeft uiteindelijk 1,5 jaar geduurd voordat ik tijd kon vrijmaken in mijn agenda om een uitstrijkje te laten maken. Dus maandagochtend, 8:15, was ik aan de beurt. En een week later kreeg ik een telefoontje van de huisarts. Het was slecht nieuws. En in Nederland betekent slecht nieuws dat er onrustige cellen waren gevonden die zich eventueel ooit in de toekomst zich zouden kunnen ontwikkelen in baarmoederhalskanker. Nou ja, goed. Ik had PAP3B. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan. Ik ben behandeld. Dat duurde 5 minuten. En toen was het klaar. Ik dacht, potverdorie, die andere vrouw aan de andere kant van de wereld. Terwijl het zo simpel is hier. Ik ben 30 jaar, ik heb een uitnodiging gekregen. Ik ben op tijd gescreend en op tijd behandeld. Dit moet toch werkelijk iedere vrouw op deze aardbol krijgen. Nou, ik hou heel erg van tassen ontwerpen. Jennifer wat minder, maar we gingen dat samen doen. Dus dat was ontzettend leuk om dat met z'n tweeën te doen. En we hebben nog steeds bedankt voor je hulp bij het ontwerp. Ja, nou goed, geen dank. Er is wat, ik denk dat er een prachtige tas uit is gekomen. Nou, wat moet ik eigenlijk zeggen? Ik weet niet. Het was natuurlijk heel leuk, het shoppen en zo. Maar dat presentatie over de baarmoederhalskanker vond ik best heftig. Ik heb echt even doorgeraakt. Dat ik echt dacht van, wow, ja, dat is wel, dat vind ik echt wel wat. Dat vond ik wel heel erg mooi. Ik vond het ook wel even tof om dat een keer iets wat anders te laten zien. Dus ook met het goede doel en zo. En, dat is, ik ben nu weer lekker thuis en ik wilde ook even laten zien wat er in de goodiebag staat. Het is natuurlijk niet een goodiebag zoals je normaal gewend bent met make-up en zo. Omdat het ook gewoon, het was een presentatie waarbij niemand betaald werd of zo. Dus het was allemaal gesponsord. Dus de goodiebag is ook een beetje op die manier. En het is ook wel grappig wat erin zit. Een fles olijfolie zit erin. Een pak. Pasta. Een blik. Tomaten, denk ik. Foldertjes en zo in. Een kortingsbon van deze webshop. Of winkel. En we hadden nog allebei nog een andere goodiebag erbij gekregen. Alleen mijn moeder heeft een kaars. Zat er bij haar een kaars nog extra erin, bij mij niet. Dus waarschijnlijk vond ze mijn moeder leuker. Oh. Oeh, oh. De goodiebag is eruit. Er zat een glamour in. Ik had eentje. Dit is ook de glamour van mijn moeder uit juni. Ik had die van april. Je weet alweer hoe laat het is. En FAP, dat is niet dat tassenmerk. Toevallig heet het blad ook zo. Maar dat is een blad voor volgens mij vrouwen van 40 of 30 jaar of zo. En dan zat er nog dit drankje bij. En nog een kortingsbon. En een chocolaatje. En dat is dus de goodiebag. En nu ga ik even laten zien wat ik nog zelf geshopt heb. Nou, ik heb het even allemaal in één kastje gedaan. Dat kon ook wel. Ik heb vooral make-up gekocht. Ik heb bij Make-up Store dit tijdschrift gekocht. Dat is een tijdschrift van Make-up Store wat ze 4 keer per jaar volgens mij uitbrengen. Oké, ik heb bij mijn MAC geweest. De MAC, favoriete meisje van de MAC was er. Ik weet niet hoe ze heet, maar ze is heel leuk. Ze heeft een beetje, ze heeft altijd andere kleuren haren. Ze heeft best veel piercings. Ze is altijd heel veel opgemaakt. Ze is heel aardig. En ze komt altijd met goede tips en verrassende combinaties. Dus ik heb daar dit knalroze matte pigment gekocht. Die wilde ik al heel erg lang. En de pigments hebben ze niet in de counters, alleen in de Pro Store. Dus ben ik echt naar de Pro Store geweest. Dit is Magenta Madness. Die vond ik echt super gaaf. En dan heb ik foundation, een concealer gekocht. Omdat ik, zoals je hier bijvoorbeeld ziet, heel vaak pukkels op mijn kin heb. En dan doe ik daar een creamy concealer op, want die dekt het best. Maar dat gaat er heel snel af. En dit is de Pro Longwear Concealer. En die blijft juist lang zitten. En ze zei dat die ook wel goed dekte. Dus die ga ik even uitproberen. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Bij Inglot een mooie palette gekocht. Dat kan je zelf samenstellen. Ik heb de nummertjes niet. Dus ik weet niet of ik dit ga reviewen. Of waar kan. Ja, ik kijk er niet zo naar uit om dan weer de oogschaduws eruit te halen. Ik heb al van mensen gehoord die dat moesten doen. Dat de oogschaduws stuk gingen. Dus ik moet maar even kijken hoe ik dat ga doen. Maar dit is dus het Freedom System en dan kun je dus zelf je paletten maken. En ik heb gekozen voor hele mooie warme kleuren, een beetje sunset kleuren dacht ik, echt zomers. Dus dit vond ik wel heel erg mooi. Dit
Dan heb ik bij H&M heb ik twee paar oorbellen gekocht. Neon roze. Ze zijn heel erg lang. Ik heb ze ook nog in het geel. Ze waren 3 euro. Dus nou, dat leek me wel een goede deal. Erg leuk. En heb ik nog deze ketting. Die vind ik ook echt heel erg mooi. Zo. Goud gekleurd met lichtroze stenen. Heel mooi, heel mijn stijl. Heel erg leuk. Dus die. En dan wat ik bij Make-up Store heb gekocht. Want dat heb ik ook nog wat meer gekocht dan alleen het tijdschrift. Uiteraard. Ik ben altijd heel blij als ik naar Make-up Store ga. En ik heb van de lentecollectie een aantal producten van hun toegestuurd gekregen. Ook van de zomercollectie zijn ook heel erg mooi. Maar ze hebben ook vaak gewoon uit de basic collectie ook nog hele mooie producten. En ik heb al heel veel van Make-up Store, maar ik kan er wat genoeg van krijgen. Ik heb een micro shadow gekocht in Butterfly. En dit is echt een hele mooie paarse kleur. Heel mooi paars met een gouden gloed. Het is echt een prachtige kleur. Soms spuit het er ook nog parfum op. Make-up Store is ook parfum. En dan heb ik een Cyber Shadow in Buzzer. Deze vind ik ook echt heel erg mooi voor in de arcadeboog. Het is echt een prachtige turquoise. En dan heb ik een glitter, maar die ga ik niet laten zien. Want die heb ik helemaal ingepakt. En hoe heet dit? Anders gaat het eruit vallen en zo. Hij heet UFO. En dan heb ik een poeder. Zoals je misschien wel weet, is mijn geliefde. Dat gebruik ik heel veel Bobbi Brown Sheer Finish Pressed Powder. Maar die is al aardig aan het opraken. Toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk wel een poeder van Make-up Store proberen. Heb ik gekozen voor Blotting Powder. En dat is een poeder en die lijkt wit. Maar er zit nog even een dingetje op. Die matteert. En dat vind ik juist fijn. Ik heb vaak toch een glimmende T-zone. Terwijl de rest van mijn make-up, de rest van mijn huid droog is. Is dit vaak iets vetter. En dan blijft je make-up ook beter zitten. Dus die wilde ik heel graag een keer proberen. Nou, en dat was het alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Dat jullie met mij toch een beetje bij mij mee waren vandaag. Deze dag shoppen en naar de presentatie van VAP. En ja, laat me weten of je dit leuk vond, voor haring vatbaar is. Wat dan ook, input is altijd welkom. En heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.